De slechte wegen van Rika Naumoffo, Tamaring en Wahati worden gerehabiliteerd. De werkzaamheden starten op 4 maart en zullen ruim 8 weken duren, meldt het Nationaal Informatie Instituut. Het project wordt uitgevoerd door de ministeries van OV en Defensie en de werkzaamheden staan onder leiding van Marlon Schoonhoven. De Rika Naumoffo wordt ruim 10 kilometer van de weg gerehabiliteerd. De Tamaring zal 16 kilometer van de weg worden aangepakt en de Alokokondre 3 kilometer. In alle drie gevallen gaat het om zandwegen.